Wij als huisartsen en de patiënten staan eigenlijk met de rug tegen de muur. We zien dat er in de achterstandswijken een steeds groter verschil in gezondheid komt. Doordat eigenlijk de verzekering steeds meer uitgekleed wordt. Er wordt steeds minder zorg betaald. En er is een eigen risico voor mensen. Mensen hebben het geld niet, waardoor ze de zorg, dat eigen risico, niet kunnen betalen. Daardoor kunnen we bepaalde zorg niet inzetten. Je ziet dat de patiënten de zorg gaat mijden, omdat hij er geen geld voor heeft. Dat ziet ook fysiotherapeut Jasper. Hij krijgt soms mensen in zijn praktijk die al langer met klachten lopen en daar pas bij hem mee terechtkomen als het echt niet anders kan. Stel, iemand heeft midden 2016 klachten gekregen. Nou, die komt erachter dat hij geen aanvullende fysiotherapie kan betalen. Maar die sluit pas in 2017 zijn aanvullende verzekering af. Dat betekent dat hij 6 maanden nog met die klachten doorloopt voordat hij dus bij fysiotherapie terechtkomt. Ja, en vaak zie je dat de klachten dan verergeren en dat het herstel langzamer gaat en het resultaat vaak ook minder. Daarmee zie je dat eigenlijk de gezondheid harder achteruit gaat of we kunnen niet ingrijpen om die achteruitgang te stoppen. Dus mensen worden eigenlijk zieker en hebben daarna dus ook duurdere zorg nodig. En dat is eigenlijk het grote probleem waar we donderdag over willen gaan hebben met de beleidsmakers van Rotterdam. De overheid wil dat inwoners zelfredzamer worden. Daardoor komen de inwoners van wijken waar veel taal en financiële problemen spelen in de knel. Huisartsen uit achterstandswijken, de overheid en zorgverzekeraars komen daarom bij elkaar om de zorg voor deze patiënten te bespreken. We hopen dat duidelijk wordt dat de achterstandswijken extra aandacht nodig hebben in het beleid. Dat er nagedacht wordt dat hier toch een ander soort zorg is dan in de goede buurt van de stad. Dat is eigenlijk denk ik het allerbelangrijkste.